Maar hij doet het. Heb ik nou iets? Hij doet dit, doet dit, doet dit. Zwarte Piet, hoor je mij? Zwarte Piet, hoor je mij? Zwarte Piet, wat doe je met die stoel? Zwarte Piet, je mag niet op die stoel staan. Kippen, mag niet op die stoel staan. Hebben we meneer omroepen? Doe het. Ja. Even klappen voor meneer omroepen. Nou, even klappen voor meneer omroepen. En nou mag meneer omroepen meteen weg. Meneer omroepen, wij doen de show wel. Weet je hè? Ja, wij doen de show. Maar meneer omroepen. Jappie. Die stoel die staat daar niet goed. Nee, dat denk ik ook niet. We zullen hem eens even mooi maken. Want als Sinterklaas dan komt. Ja, keurig jongens, keurig. Ja, Piet. Ja, maar de stoel die moet ook daar staan. Ja, normaal gesproken wel, Piet. Normaal gesproken wel. Maar vandaag zou Sinterklaas graag alle kindjes een hand geven. Allemaal? Alle kindjes mogen dadelijk even bij Sinterklaas langskomen. En ik zeg eens even tegen Sinterklaas een handje geven. En ik denk dat jullie Pieter dan flink druk zijn met snoep uitdelen. Oh, ik heb nog snoep zat. Zijn er kindjes die nog geen snoep gehad hebben? Ik zeg, zijn er kindjes die nog geen snoep gehad hebben? Zijn er niet snoep? Zijn er nou nog steeds kindjes? Zou je de volwassenen aan mijn rechterkant willen dalen, dan kan Loes ook meekijken. Okay. Want nu zien we die mooie kapsels van de papa's en de mama's, maar we zien niet meer Sinterklaas en de kinderen dalen. Is het tijd voor een liedje? Ik kan het zien al. Kinderen. Sinterklaas heeft even warme voeten gekregen. En de Zwarte Piet heeft ook even warme voeten gekregen. Maar ik denk toch dat we langzaam en zeker zullen moeten gaan zingen. En zorgen dat Sinterklaas dadelijk hier lekker warm is. Als de kinderen allemaal een beetje gaan zitten. Op de hukkers, op de billen. Ook de grotere kindjes. Op de papa's en de mama's, op de billen en op de hukken. Ja, op de billen zal beter gaan als op de hukken, denk ik. En als we hier zo een klein beetje een gaatje kunnen houden, met meneer van Zijnen, zo hier zo'n beetje een gaatje kunnen houden. En dan gaan we eventjes zingen met z'n allen, kinderen. Zullen we jullie gewoon een pontje maar voor me gaan zitten, alstublieft? Dan kan Sinterklaas dadelijk goed uit de weg. Dan kan... Oeh, dat mag helemaal niet, Piet. Oeh, dadelijk krijg ik geen cadeautjes. Nee. Wat zullen we mee beginnen, kinderen? Wat zullen we... Pieter, dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch helemaal niet? Kom eens even mooi bij me staan. Dan gaan we samen even zingen. We zullen eens gaan horen wat de kinderen willen gaan zingen. Wat zouden we willen zingen voor Sinterklaas? Sinterklaas de Poentje. Nou, dat kunnen we met z'n allen, hè? Kunnen we met z'n allen zingen voor Sinterklaas? 1, 2, 3... Heel goed. En wat zou jij willen zingen voor Sinterklaas? Siegins komt de stoomboot. Nou, dat kunnen we ook allemaal, denk ik, hè? Komt die aan? 1, 2, 3. Siegins komt de stoomboot. Uit Spanje weer aan. Ik denk dat de harde kant. Hij brengt. Zou je even willen gaan zitten daar, niet alsjeblieft? Zijn knecht en roep. Wie zoekt? Wie stuit? Oh,
toch niet stilletjes. Nou, heel goed. Heel goed. Hebben we nog een liedje wat we willen zingen? Welk liedje wat we willen zingen, Sam? Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Nou, komt die aan, hè? Die kennen we ook. 1, 2, 3. Bonnen, bonnen, bonnen. Volgens mij zie ik Sinterklaas daar aankomen, dus dan kunnen we maar één liedje zingen, hè, met z'n allen. Dag Sinterklaasje! Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Heel mooi, heel goed gezongen. En we springen en we. Willen jullie daar naar rechts staan en een beetje gaan dalen, alsjeblieft? Ook de volwassenen, het blijft een kinderfeestje, dat is altijd het leuke naar Sinterklaas. Hè? We moeten er nog één keer zingen, want daar komt hij aan. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal. Misschien heeft u een beetje tijd. Voor dat laat Sinterklaas over op. Bij ons staan. En we zingen. En we zingen. Dag, Pieter. Ja, help jullie Sinterklaas maar eens even. En een beetje rustig, hè, want jullie zijn zo wild vandaag. Jullie zijn zo wild. Sinterklaas. Goed, Sinterklaas is binnen. Nou wordt het een beetje spannend, hè. Nou wordt het een beetje spannend. En al die Pieten zijn binnen, maar die Pieten gaan mooi tussen de kinderen zitten, denk ik, links en rechts, hè. En af en toe een beetje snoepgoed uitdelen, want daar hoort het er ook bij. Sinterklaas, hartelijk welkom in de S. Heel fijn dat u er bent. Namens alle S'en kindertjes en de vaders en de moeders en de opa's en de oma's natuurlijk. Ik zal die Piet hier wel eens een touw geven, Sinterklaas, want die staat al heel daar in de weg. Ik ben al hoog bij mijn Piet te begrijpen. Pas op, pas op. Sorry Piet. En Sinterklaas, u bent goed gearriveerd en u heeft een goede reis achter me. Ja, ik heb een hele goede reis gehad. Gelukkig. En ik vind het fijn dat er zoveel kinderen gekomen zijn. Ik vind het heel gezellig met jullie erbij. Ja, inderdaad, Sinterklaas, er zijn heel veel kinderen hier in Es. Dat is natuurlijk geweldig leuk. Die zijn allemaal voor u en voor uw Pieten. En we gaan er een leuk programma van maken vanmiddag. Maar allereerst zou ik graag het woord even aan de burgemeester. Ja, jongens en meisjes, dat doen we heel kort. Want ik heb net bij de boot al gezegd, Sinterklaas, dat ik ontzettend blij ben dat u er weer bent voor de kinderen. Want jongens en meisjes, het is een feestje voor jullie vandaag. Weten jullie wanneer Sinterklaas jarig is? 5 december. En dan hebben wij feest. Sinterklaas, 5 december. Nee hoor. 5 december. Kijk eens, Sinterklaas klinkt nee. 6 december. Ja. Ja, en dan zeggen we al, ja. Dan heeft hij het grote cadeautjesfeest. Maar vandaag gaan jullie toneelstukjes doen en liedjes zingen en van alles voor Sinterklaas. Sinterklaas, het is uw feestje. Het is het feest van Sinterklaas met de kinderen. Ik wens je heel veel plezier. Ik wens je heel veel succes. En ik ben heel blij dat u weer in S bent. Voor al die kinderen die verwachtingsvol naar Sinterklaas kijken. Heel veel plezier. Geniet ervan. Dankjewel, burgemeester. Dankjewel, burgemeester. Namens Sinterklaas en al zijn Pieten. Het is goed dat we niet te dik zijn, de burgemeester. Kunnen we samen best door, hè? Namens Sinterklaas en alle Pieten wil ik u graag een bloemetje geven. Fijn dat u weer in S was en dat u even hier heerlijk bent geweest. Kunt u toch niet aan de vrouw geven? Mooi zo.
Namens ons hartelijk dank en tot de volgende keer. Met plezier. Goed, Sinterklaas. Alles goed en met u verder, want ik vind dat u een beetje sip zit te kijken, als ik dat mag zeggen, Sinterklaas. Nou. Het was wel een beetje winderig. Het valt nog wel mee. Sip kijken, nee. Nee? Nee, dat valt wel mee. Oké, u mist niks dan? Wat zou ik hier te missen dan? Ja, Sinterklaas, ik hoop dat u niet laat schrikken. Maar ik ben er van u gewoon dat u een hele mooie ring heeft. Ik heb ook een mooie ring, kijk. Oh, Sinterklaas. Meen de ring. U meent echt dat u die nog had, Sinterklaas? Ja, natuurlijk. Nou, kinderen. Is de burgemeester nog in de zaal? Ja. Zou we even in uw zakken mogen kijken? Nee, maar gewoon niet. Nee? Nee, dat gelooft u niet, Sinterklaas? Nee, dat is het probleem. Ik heb er nog naar gekeken in de boot. Want ik zei tegen Pedro, wat blinkt die steen mooi in de zon. Nou kinderen, kijk eens goed rond jullie heen. Of dat die ring misschien hier ergens op de vloer ligt. Kijk allemaal eens eventjes goed rond jullie heen. Ja. Want Sinterklaas is erin kwijt. We zijn daar doorheen gelopen. Ja, daar bij de deur. Vindt iemand die ring al? Daar zijn ze omhoog met die billen. Ligt die niet onder de billen? Ja, de dames hier van Tovido ook. Ligt die daar niet onder die billen? En hier ook niet in deze hoek. Is hier geen ring te zien? Geen ring te zien? En hier jullie ook geen ring te zien? Oh. Maar Sinterklaas toch? Hoe moet dat nu? Ik ben toch wel heel benieuwd. Piet zei al, het waaide hard, maar die waait toch niet van hun vingers, Sinterklaas? Ja, maar... Ja, natuurlijk. Hij zou toch niet in het water gevallen zijn, zeker? Nee, dat geloof je zeker niet? Ja, dat doe ik toch. Hadden jullie de ring van Sinterklaas nog gezien toen hij op het rijtuig zat, kinderen? Ja, sommigen wel, maar sommigen niet. Ja, dan wordt het nog moeilijk, Sinterklaas. Sommigen wel, sommigen niet. Ja. En dan nu? Ja, moeten wij verder gaan met het programma of moeten we teruglopen met z'n allen, Sinterklaas? Nee, zeker niet terug. We gaan verder. We gaan... Ik hoop dat we hem vinden. Ja, en ik zal met speurpieter ook op pad sturen. Ja, dat lijkt me wel goed, Sinterklaas, want ik vond het zo'n ontzettend mooie ring. Het is gewoon ontzettend jammer dat niemand die ring gevonden heeft. Maar goed, misschien dat er nog Pieter aan het zoeken zijn of kunnen gaan zoeken op dit moment. Ik ben heel erg benieuwd, want zo'n ring is echt een kostbare ring. Ja, Pieter, gaan jullie eens zoeken? Ja, gaan jullie eens even zoeken. Dat kan toch? Oh, de organisatie begint te zwaaien. Oh jee, Sinterklaas, daar hebben we die visser weer. Oh, kom eens verder, vis. Want dat doe ik niet goed natuurlijk. Maar wil ik voor de grapjas houden, maar dat zullen we toch maar eens niet doen. Heeft u iets gevonden? Heeft u iets gevonden, visser? Kijk, gelukkig. Komt u eens verder voorzichtig bij de kindjes. Is dat een ring? Nou Gerrit, waar is dit uw ring, Sinterklaas? Ja, dat is hij. Hoe komt u aan de ring, visser? Als we even bij de vissen en krijg het beest. En toen haal ik op en een ring aan. Nou, vissen, heel goed. Alleen puur de ring gevangen. Nou, applausje voor de visser. Dankjewel, Gerrit. Dankjewel. Oh, gelukkig, Sinterklaas. Zie je? Gelukkig. Toch heeft u nu een andere glimlach als zojuist op uw gezicht. Blij te zien. Nou, dan denk ik dat we maar een liedje gaan zingen, Sinterklaas. Want dat moet toch echt gebeuren nu, hè? Dat moet toch echt gebeuren. Wat zullen we gaan zingen? Sinterklaas Kapoentje. Die hebben we nog niet gehoord vandaag. Dat zullen we niet doen. Vindt u dat goed, Sinterklaas? Ja. Oké, komt ie aan, hè? 1, 2, 3. Zo, dat is mooi. Heel goed, heel goed. En wat zou jij willen zingen, jongeman? Wat zou jij willen zingen? Zwarte Piet ging uitfietsen? Nou, daar komt hij aan dan, hè. 1, 2, 3. Zwarte Piet. Bye.
je dit snik. Ik geloof. Hey, heel mooi, heel goed, heel goed. Sinterklaas, is er een liedje wat u graag zou willen horen van de kinderen? Ik vind alle liedjes prachtig. Ik vind alle liedjes prachtig? Alle liedjes vind ik prachtig. Nou, dan ga ik eens eventjes bij Roland. Welk liedje zou jij willen zingen? Zie geen stand de stoomboot? Is dat goed, Sinterklaas? Ja, natuurlijk. Nou, daar komt hij aan, hè. 1, 2, 3. Zie geen ons huisje voorbij. Nou, heel goed. Dik tevreden, Sinterklaas? Dik tevreden? Ja, echt tevreden. Nou, dan ben ik heel benieuwd of er kindjes u een hand zouden willen geven, Sinterklaas. Zijn er kindjes die Sinterklaas een hand zouden willen geven? Ja? Nou, kom eens hier, kleine struit. Kom eens hier. Zullen ze een mooi rijtje maken die Sinterklaas een handje wil geven? En de Piet erbij met hun pepernoten, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Piet, kun je er even afhalen? Kom maar, lukt dat? Had jij al pepernootjes gehad? Dan gaan we daar naar die zwarte Piet, naar die zwarte Piet pepernootjes halen. Wacht. Daar pepernootjes halen. Goed zo! Goed zo, kom maar naar deze kant in. Kom maar naar deze kant in. Kom maar bij mij op het podium. Volgens mij is het bij mij op het podium en aan de andere kant eraf. Is dat goed? Is dat goed? Een beetje bij mij op het podium. Oh, en allemaal tekeningen van Sinterklaas. En aan die kant eraf worden we wat heerlijk georganiseerd. Helemaal geen punt op. Gaat het, Sinterklaas? Want u heeft het wel heel erg druk nu, denk ik, hè? Ja, het lukt wel. Lukt het? Zal ik u een microfoon even nemen? Mooie kleurplaat. Mooie kleurplaat, Sint. Oh, en snoepjes. Lopen jullie die kant naar beneden, kinderen? Lopen jullie daar naar beneden? Leuk dat jullie allemaal gekomen. Dan doen we heel eventjes wachten. Doen we heel eventjes wachten zo. Weer een mooie kleur. Heel eventjes wachten. Wat wordt dit? En laat hier de kinderen wel achterdoor. Of hier wel voordoor bij mij. Had je al pepernootjes gehad, vriend? Ja hoor. En hier hebben we een jonge boef. Kom maar. Hier hebben we een zwarte Piet en die gaat je pepernootjes geven. Zwarte Pieter, Zwarte Pieter, want het is nou heel erg lekker druk bij Sinterklaas. Goed zo, en mooie tekeningen Sinterklaas en hele verpakdozen worden eruit gehaald. Timmerwerk. Nou, en timmerwerk Sinterklaas. Een boot. Het wordt erg druk volgens mij op het podium, heb ik het idee. Een boot Sinterklaas. Een mooie houten boot. Een mooie houten boot. Als we daar af willen lopen naar die grote blauwe Piet, dan gaan we daar snoepjes eten. Dan vind ik jullie even hier komen. Nou Sinterklaas, ik heb ook veel kinderen gezien, maar zoveel kinderen in zo'n korte tijd, dat is lang geleden. Ja. En een hele grote tekening Sinterklaas. Komt u naar Sinterklaas. De kleurplaat, de grote tekening. En nogal een tekening. Uw handen zijn te klein Sinterklaas, zoveel als u krijgt van de kinderen. Ja, dat klopt. En de boom. En er komt er nog een hand, en nog een hand. Nou, 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 het is hier erg lekker druk, eventjes. Gaan we een klein beetje plaats maken, proberen. Wat anders dan te druk. Hey, jongeman. Hey, jongeman. Heb je Sinterklaas al een hand gegeven? Goed zo. Deze kant in. Deze kant in. Hebben jullie er ook opgeschreven wat je graag wil hebben van Sinterklaas? Had je in je schoen gelegd? Ja, nou, dat vind ik goed. Komt er nog een boot aan, zie ik? Maar zie je hier eventjes wachten, want daar staat het podium helemaal vol met boot. Dan vraag ik even aan een paar Pieter, vraag ik een beetje hulp.
Piet in de paarse pakkie. Wie is dat, Pedro? Dat is Tramelando. Tramelando, ja, daar had ik eigenlijk al wel een beetje genegen. Tramelando, zou jij een beetje kunnen zorgen dat er even de kindjes even stoppen met op het podium komen? En dan gaan we eerst even deze groep kindjes Sinterklaas voorbij laten komen. En dan krijgen we dadelijk de volgende groep kindjes. Is dat goed? Is dat goed? Kan er iemand Tramelando even helpen? Ja, dan. Kirilando, gaat ook even mee helpen. Maak even een kringetje. En dan doen we even deze kindjes, dan doen we een liedje zingen. En dan doen we de volgende. Dan doen we de volgende groep. Is dat goed? Nou, Sinterklaas, wat krijgt hij er allemaal? Prachtig. Je bent je ring niet kwijt, hoor. Ik pak zo gewend. Nou, keurig, keurig. Het zijn er veel, Sinterklaas. Het zijn er heel veel deze keer. Ja, dat dacht ik wel. Maar het is wel heel erg leuk, hè, zo'n kindje zie je. Kijk eens, Sinterklaas, wat eraan komt. Hier boven de kindjes. En peperrotjes vragen naar Zwarte Pieter, jongeman. En voor al die mooie tekeningen en al die lieve handjes. Nou, dat is leuk. Dat is leuk. Heel even wachten, dan doet Sinterklaas even een grote boot vragen. Heel even wachten. Wat een prachtige boot. Zo, keurig. En we hebben twee mannen of drie mannen gemaakt. We hebben vier mannen gemaakt. En wie hebben we er aan gemaakt? Bartje, Stefan, Wout en Bonnie. Kijk eens aan, we zijn vier gemaakt. En er zitten zelfs pakjes in Sinterklaas. Dus dat moet heel leuk worden voor u. Zal ik hem even aannemen? Ja, wel, dankjewel. Dankjewel hoor. Goed. Dankjewel jongeman. Heb je weer pepernoten gehad? Nee. Heb je nog geen pepernoten gehad? Hier bij onze grote Zwarte Piet. Jazeker, dan krijgen jullie pepernoten voor zo'n mooie boot. Wat is dat nou toch? Wat is dat nou toch? Heel goed, heel goed. Dankjewel jonge dame. Nou Sinterklaas, wat krijgt u veel tekeningen? En dat is een korte tijd. Hier hebben we nog een jonge dame en een tekening en een handje voor Sinterklaas. En een handje. Goed zo. En mooi, mooi verkleed. Goed zo, pepernootjes. Dat is lekker. Dat is lekker. Heb je pepernootjes, jongeman? Jongeman. Heb je pepernootjes? Heb je pepernootjes? Kijk, Sinterklaas heeft nog wel een tekening. Dat is mooi zelf gemaakt. Heb je die zelf gemaakt? Ja, zelf gekleurd. Zo, mooi hoor. Hier pepernootjes van Zwarte Piet. Twee handjes. Heel goed. Heel goed. Even op de foto. Boem. We hebben de foto's in de blazen. U en de pepernootjes. Dat is leuk. Nou, dan hebben we een grote kring. Dan hebben we de volgende kring weer naar Sinterklaas. Want het is echt heel druk. Ik zal een paar tekeningen van hem aannemen. Oh, mooi zeg. Mooi. Goed, jongens en meisjes en de papa's en de mama's. Ik denk dat Sinterklaas het toch wel leuk vindt als we nog een keer een liedje gaan zingen. Mooi zo. Want anders dan gaat het niet goed komen natuurlijk. Hè. Hier alleen maar even een handje geven en niet zingen voor Sinterklaas. Dat kunnen we niet maken. Welk liedje zullen we gaan zingen? Welk liedje zullen we gaan zingen? Sinterklaas kapoentje. Mooi, mooi. En wat wil jij zingen? Nou, heel goed. Dan gaan wij Sinterklaas eventjes een handje geven, of niet? Sinterklaas een handje geven? Hij is al weg. Zo, Sinterklaas, alweer een leuk cadeau. En wie hebben dat gemaakt? Wij twee. En wie zijn wij twee? Lennon. En loopt er nou keurig door. Een heel mooi kasteel. Of zie je het dan een keer?
Goed zo. Het paleis van mij. Zo, en cadeau en brieven erin, Sinterklaas. Dat moet toch mooi worden, hè? Dankjewel. Even een hand en lekker wat pepernoten bij Sinterklaas of bij Zwarte Piet. Kijk eens even, jonge dame. Hebben we hier nog een Zwarte Piet met pepernoten? Ah, kijk eens, onze hoofdpiet is druk aan het helpen. Ja, Sinterklaas, ik heb u kasteel. Dank u zeer. Zwarte Piet, zou u daar achter neer willen zitten? Dank u wel. Zo, Sinterklaas, wat krijgt u toch veel tekeningen? Ik dacht dat u niet zoveel kregen is. Hey. Was dat leuk bij Sinterklaas? Was dat leuk bij Sinterklaas? Wil je een paar snoepjes van Zwarte Piet? Hallo. Nee, nee. Wacht maar even. We doen even een paar snoepjes. Een paar snoepjes van Zwarte Piet. Ja, nu mag je nog wel een paar, hè. Wil je nog een paar snoepjes van Zwarte Piet? Zwarte Piet, Pedro. Mag ik voor deze kleine spruit nog een paar snoepjes? Zo, handjes open. Handjes open. Goed zo. Goed zo. En hier nog een mooie blauwe Piet, Pedro. Ja, mooi zo. Kijk eens Sinterklaas, en hier gaan we weer een jonge spruit. Alsjeblieft Sinterklaas, krijg Sinterklaas een handje? Heel goed. Lust je nou een paar pepernoten? Lust je nou een paar pepernoten? Kijk, dat is lekker snoepen. Dat is lekker snoepen. Goed zo Sinterklaas. En nog meer tekeningen, en nog meer tekeningen. Van onze jongeman Evers. Ja, Sinterklaas, u wordt toch wel erg verwend hè, met al die kinderen hier in S. U wordt toch wel heel erg verwend. Kijk, onze Pieter zelf zijn eigen strooizak bij Piet Pedro. Kijk. Kijk, dat is nog eens leuk. Dat is nog eens leuk. Oh, Sinterklaas moet een klein beetje opletten, want de vlaggetjes laten los van het schip. Hebben jullie dat samen gemaakt? Echt eens in tweeën? Ja. Nou, keurig, keurig gedaan hoor. Lekker wat snoepjes van Zwarte Piet, want dan gaan we dat een beetje om natuurlijk. Zijn jullie blij dat Sinterklaas er is? Ja. Goed zo, goed te horen, goed te horen. Ja, keurig. Hey, Sinterklaas, een mooie groene pietenmuts heeft deze jongeman op, hè? Vind je fijn dat Sinterklaas in het land is? Dat is heel fijn, dan zou je wel pepernootjes lussen nu. Twee handjes. Oh, daar kunnen veel pepernootjes in. Lekker, dank je Sinterklaasje. Kijk, daar hebben we onze Joni. Ja, sommige keren ken ik wel Sinterklaas. Ja, we gaan alles goed met Joni. Goed zo, gelukkig. Goed te horen. Ja, ik denk het wel. We hebben al een beetje gekregen van dus pepernoten, hè. Nou Sinterklaas, het is wel heel erg druk met al die kinderen. Bent u er moe van? Nee, nog niet hoor. U vindt het geweldig? Ik vind het fantastisch. U vindt het fantastisch, ja, het is een heerlijke dag. Mooi weer, u ringt terug en al zoveel zingende en lachende kinderen rond u heen, dat moet toch prachtig zijn. Nou, kom maar eens verder. Hallo Piet, wat ben jij mooi? Wat is jouw naam? Dag hoor, en nog een Piet. Wie ben jij? Ben jij Piet Teun? Zo, jij ziet er mooi uit. Had je Sinterklaas al een hand gegeven? En had je al snoepjes gekregen? Oh, pepernoten! Dat is lekker. Handjes open, handjes open. Goed zo. Goed zo. Kijk Sinterklaas, ik zie daar een mini Sinterklaas aankomen. Hey. Ik zie daar een mini Sinterklaas aankomen. Kijk, een hand voor Sinterklaas. Hoe ziet er mooi uit? Zelf gedaan en dus je pepernoten vaas. Vaasje, dus je pepernootjes. Hey, en hier hebben we nog twee, drie van die hele mooie blonden bij elkaar, Sinterklaas. Wil je een handje geven aan Sinterklaas? Heel goed. En jij? Ook een hand? Ook een hand? Nou, en pepernootjes. Dat is lekker. Dat is lekker. En een hele kleine spruit, Sinterklaas. Een hele kleine spruit, kijk. Nou hebben we veel kinderen gezien ondertussen Sinterklaas. Zo, oh, die moet nog een beetje winnen aan nu Sinterklaas. Zo'n grote baard, zo'n grote baard. Maar de snoepjes lusten wel Sinterklaas. Had jij Sinterklaas al een handje gegeven? Had je Sinterklaas al een handje gegeven? Ja, ja, en had je al snoepje gehad? Oh, maar nu wel hè. Maar nu wel hè. Zou jij Sinterklaas ook een handje willen geven? Hier met Gerry. Kom maar bij Gerry.
Kom eens mooi bij Gerry, dan gaan we samen Sinterklaas een handje geven. Sinterklaas? Sinterklaas, die hebben we ook nog een oefenpijpje aan. Moet even wennen. Zie je dat meisje, wordt er ook een beetje spannend bij Sinterklaas. Hier Sinterklaas, zo een handje. Hallo Sinterklaas, dat is mooi. Ja, mooie kleurtjes in Sinterklaas. Zo, dat is lekker hè. Dag dag. Hey meisje. Ja, vind je dat leuk zo? We zijn dag Sinterklaas. Dat is een beetje eng hè. Dat is een beetje eng. Maar Sinterklaas is niet eng hoor. Sinterklaas is heel lief. Sinterklaas is heel lief. Twee handjes. Goed zo, twee handjes. Zo Sinterklaas. Sommigen moeten toch wel erg wennen aan uw mooie ronde pak hè. En aan uw grote baard hè. Ja, maar dat is ook niet erg hè. Kom maar verder hoor. Kom Sinterklaas maar een handje geven. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Had jij al een handje gegeven? Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Heb je Peter ook gehad, jonge dame? Hey, Boef, daar ben je weer. Je had net gezongen, hè? Ga je nu een handje geven aan Sinterklaas? Ga je geen handje geven? Ja, je geeft Sinterklaas wel een handje. Wil je dat niet? Zou je wel een paar pepernoten willen? Wil je geen soepjes? Zal je alleen? Wil je die ook? Heb je genoeg op? Heb je genoeg op? Heb je genoeg gesnoept? Zal ik ze aan mama geven? Dan kun je ze vanavond nog snoepen. Dat was wel een piep, Pedro. Ik geef ze even aan de mama. Hier. Ja, dan moet je samen met mijn mama snoepen. Kijk, ze zijn er toch weer Sinterklaas. Die komen ook ieder jaar weer keurig terug, hè, om u even te zien. Kijk aan. Nou, oh. Claire, Sinterklaas heeft nog iets van jou. Heeft hij dat al klaar? Ja, Sinterklaas heeft het al klaar. Claire, kijk eens, had ik jou beloofd, hè. Sinterklaas heeft er ook iets van jouw vriendenboekje, goed? Wat zeg je dan? Kijk eens aan. Dankjewel Sinterklaas, ja. Die prijs hier, heel goed. Kijk eens aan, Sinterklaas. Hier komen zo de laatste kindertjes komen er nu aan. Dan heeft ze echt bijna allemaal gehad, alle eerste kinderen. Maar als alle kinderen dan weer een beetje de zaal in willen komen, als alle kinderen dan weer de zaal in willen komen, want dan gaan we dadelijk nog een paar liedjes zingen voor Sinterklaas. En jullie weten, aan het einde laat Sinterklaas hier altijd een prachtige mooie snoepzak achter. En die willen jullie natuurlijk dadelijk ook allemaal hebben, hè. Dus als de kinderen allemaal weer eventjes naar de grote zaal komen. Oh. Zo, Piet, en heeft er een pepernoot ook voor die... Ja, voor die blonde held. Mooi, hè. Mooi, hè. Was je nog bij Sinterklaas geweest of was het een beetje kritisch? Was het een beetje kritisch? Zal het bij de rest leggen, Sinterklaas? Sinterklaas, ik neem aan dat de Pieten twee keer op en neer moeten deze keer om al die tekeningen op te halen voor u. Ja. Dat denk ik ook. En misschien wel eens terug. Inderdaad, er zijn al heel veel tekeningen afgegeven aan u. Zijn alle kinderen weer in de zaal hier? Als we allemaal weer een beetje hiervoor bij Sinterklaas komen zitten met z'n allen. Als we weer met z'n allen een beetje hiervoor bij Sinterklaas komen zitten. Goh, dat was even spannend en even een beetje een gerommel, hè. Om allemaal Sinterklaas een handje te kunnen geven. Ja, ik heb al zin in de pepernoot, Piet. Dat had je goed gezien. Dankjewel. Hebben jullie allemaal pepernootjes gehad? Ja? Wie heeft er nog geen pepernoten gehad? Ja. Goed. Volgens mij had ik er straks veel meer kinderen rond Sinterklaas. Maar we vragen even of de laatste kinderen hier ook nog eventjes naartoe komen. Even hier rond het podium komen zitten. En dan gaan we een paar liedjes zingen. En dan gaan we dadelijk ook nog een keer de snoepzak uitdelen, Sinterklaas, want dat is natuurlijk wel heel erg leuk, hè. Hebben ze het ook verdiend in S, Sinterklaas, dat er een snoepzak uitgedeeld wordt? Als ze het niet verdiend zouden hebben, zou ik ze niet meegebracht hebben. Kijk aan, Sinterklaas. Ze zijn echt verdiend. Nou, dat is goed te horen. Blij te horen dat er zoveel lieve kinderen in S zijn. En de ouders, hebben die ook snoepzakken verdiend? Sommigen wel, en sommigen iets minder. Oké. Laat ons daar maar niet over uitweiden aan Sinterklaas, want het is toch vooral een groot feest voor de kinderen.
Nou jongens, meisjes, welk liedje zullen we gaan zingen voor Sinterklaas? Welk liedje gaan we zingen voor Sinterklaas? Zeg het eens. Oké. Okay. Oh, kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje vind, alles gekregen van die beste zin. Ik wil een lieve haar, hoe zit je rukje kant en klaar. En dan zit alle in de nek, en je hebt er van een banket. Oh, kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje vind, alles te krijgen van die beste zin. Heel goed, Pieter. Jullie kennen de liedjes ook heel goed. Maar jullie kennen ze ook goed, hè? Wat doen we nog meer zingen van Sinterklaas? Zullen we nog geen liedje zingen van Sinterklaas? Zeg het eens. Sinterklaas kapoentje? Doen we dat samen? Oké, okay, komt je aan, hè? 1, 2, 3, Sinterklaas. Keurig, dat was wel een heel kort liedje. Kom in mijn regen, regentonnen, kom dat in mijn. Zo, kijk aan, Piet heeft zijn eigen liedje. Nou, doen we nog één liedje, maar liedje, welk liedje gaat dat worden? Zeg het eens. Ja, de stoomboot? Oké, okay, komt ie aan, de stoomboot. 1, 2, 3, zie je. Komt de stoomboot uit Spanje. Hij brengt tot Sint-Nicolaas. Ik zie. Toen het paardje hoefde op en neer. Toen waaien de rimpels al mee en alweer. Zij kreeg een roep. Wie zoet is wie stout is de roep. Oh lieve. Ons huisje voorbij. Nou, Sinterklaas, keurig gezongen, denk ik, hè? Ja, fantastisch. Fantastisch. U bent erg tevreden, Sinterklaas? Ik ben een tevreden mens. U bent een tevreden mens, dat hoor ik graag, Sinterklaas. Ik ben een tevreden mens. En ja, ik heb nu veel tekeningen gekregen, kleurplaten, knutselwerken. En die krijgen allemaal een plaatje in mijn slaapkamer in Sint-Josef. Nou, dat is leuk, Sinterklaas. Ja. Dan kunnen alle kinderen er nog een keer naar gaan kijken, begrijp ik. Dan mogen ze allemaal komen kijken. Nou, dat maar is een goede zaak. Ik ben er niet altijd. U bent er niet altijd mee. U heeft natuurlijk een heel druk programma, Sinterklaas. Nee, soms. Soms ben ik daar. Soms bent u ook nog eentje daar. Ja. Nou, gelukkig. Maar de kinderen kunnen op bepaalde tijden in elk geval komen kijken. Want uw kamer is toch altijd een heel mooi wondertje in het Sint-Josefshuis. Ja. Nou, Sinterklaas, heel fijn dat u bij ons bent geweest. U heeft een druk programma, heeft hoofdpieper zojuist nog ingefluisterd. Dus u moest weer verder. Ik zou zeggen, als u langzaam naar buiten gaat, dan zullen wij zingen dag Sinterklaasjes. Dan blijven de kinderen en de opa's en de oma's en de papa's en de mama's allemaal even hier. Want Piet zei net tegen me, Jerry, Sinterklaas heeft de druk, wij gaan verder. En de snoepzakken zullen wij later aan de kinderen uitdelen. Is dat goed, Sinterklaas? Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Heeft jij een van de... Sinterklaas met zo'n warm onthaal hier in het. Ja. Ja? Een warm onthaal, Piet? Ja, geweldig. Ja. Ik ben echt heel erg blij. Ja, ik ben echt erg blij, Ines. Natuurlijk zijn de kinderen enthousiast als Sinterklaas en alle Pieten er zijn. Heeft een van uw Pieten uw staf geleend en niet teruggebracht, Sinterklaas? Nee, die gaan ze wel halen. Die gaan ze halen, Sinterklaas? Ja hoor. Oké, okay. Tramadoli de tweede natuurlijk. Tramadoli de tweede. Zou we even de staf van Sinterklaas willen halen, Piet?
Kijk, dat wordt geregeld Sinterklaas, want zonder staf kan je niet verder gaan. Hè? Zonder staf kun je niet verder gaan. En ik ben blij dat mijn riem terug is. Ja, dat kan ik me voorstellen Sinterklaas, dat kan ik me voorstellen. Wel heel fijn dat die visser goed op heeft gelegd en zo slim was om even deze kant in te komen Sinterklaas. Goed, als Pieter dan weer zo dadelijk is met uw staf en uw Pieter zijn een beetje rond uw heen gekomen, zodat we samen met u afscheid kunnen nemen van de kinderen en de kinderen natuurlijk afscheid kunnen nemen van Sinterklaas. We hebben een vraagje Sinterklaas, mogen ze vanavond de schoen zetten? Nou, ik denk, ja, ja, toch wel. Dus, nou, dat is goed te weten. Dus u komt vannacht en uw Pieter nog eventjes terug naar S om eventjes hier en daar langs de schoentjes te komen. We komen misschien niet overal, maar we komen dan. U komt in elk geval, nou, ja. Heel fijn, heel goed te horen. Dankjewel Sinterklaas. Uw staf, u bent gereed, uw Pieter zijn gereed. Ja, jullie gaan er weer vandoor. Jullie gaan genieten van andere kinderen. Ja, u gaat weer werken, zwart Piet. Nou jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's, dan mogen we nog één liedje zingen natuurlijk. Als we allemaal even gaan staan, dan gaan de Pieter Sinterklaas eventjes helpen om van het podium af te komen. En dan gaan wij zingen, natuurlijk met z'n allen, Dag Sinterklaasje. Komt ie aan hè? 1, 2, 3. Dag Sinterklaasje, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje. Ik hoor jullie niet. En één keer. Dag Sinterklaasje. Hadder. Ik hoor jullie niet. Dag. Nou, jongens en meisjes, ik vind het nu keurig gedaan hebben met z'n allen. Jullie hebben ontzettend goed gezongen van Sinterklaas. Iedereen heeft een hand kunnen geven aan Sinterklaas en Zwarte Piet. We hebben ontzettend veel pepernoten gekregen. Er zijn ontzettend veel pepernoten bestrooid. De Zwarte Pieten waren al vroeg in S bezig. En als jullie nou denken, maar ik zou graag willen zien hoe Sinterklaas op de boot is gekomen, hoe hij uit de boot is gekomen en hoe hij hier in de S is geweest. Bruce heeft alles opgenomen en dat wordt volgende week zondag wordt uitgezonden. Dus dan kunnen jullie Sinterklaas en jullie zelf allemaal nog een keertje terugzien op tv. Kijk, dan hoort die komt dan terug. Oh, de zak van de hoofdpiet. Ja, een hoofdpiet zonder zak is geen hoofdpiet, hè. Als het er niet hoofdpiet, als het er niet, pak hè. En veel plezier met u mee. Veel plezier met u mee. Dag Pieter, hartelijk dank dat jullie er allemaal waren. Hartelijk dank dat jullie er allemaal waren. Ook hartelijk dank voor de snoepzak die jullie achtergelaten hebben. En ik weet dat de papa's en mama's denken, oh jee, daar komen ze weer aan met die mega grote snoepzak. Die zie je eens kijken. Maar Sinterklaas doet dat ieder jaar heel slim. We gaan ze even naar Lopens Park. En dan doen ze even heel goed ballen met z'n allen. En dan zegt Wallen tegen Sinterklaas, nou, we gaan het samen goed maken. U heeft al zoveel te doen. En die hebben samen een hele mooie snoepzak voor jullie in elkaar geknutseld. Dus jongens en meisjes, als onze Pieter dadelijk een klein beetje de deur uit zijn, dan gaan we lekker die grote snoepzakken uitdelen. Of lust jij die niet? Ja, lust jij die wel? En jij vraagt Pietje, lust jij die ook snoepzakken? Ja, lust jij die? En jij? Jij ook wel? En jij? Daar geloof ik niet aan. Jij ook? Dus jullie allemaal de oude snoepzak? Ja? Dus jullie allemaal de snoepzak? Ja! Ik hoor niks aan. Dus jullie allemaal de snoepzak? Ja! Ah, kijk, dat was beter dan allemaal. Nee, Pieter, dat kan er niet. Jullie passen wel mooi in die mooie pakken van jullie als jullie allemaal snoep eten. Nee, dat kan. Dan? Ja, zit er nog een beetje ruimte in? Ja, als je naar de hoofdpiet kijkt, zie je daar wel wat ruimte in, Pieterpak, hè? Ja, inderdaad. Maar we wachten heel eventjes en dan zal het wel denk ik.